We zijn hier bij RKSV Brakkestein. Dat is een voetbalclub uit Nijmegen. En zoals je ziet, het is buiten donker. Alle wedstrijden op deze zaterdag zijn al gespeeld. Dus dan zou het ook wel klaar zijn, normaliter. Maar vandaag niet, want in het clubhuis, daar brandt nu licht. Want er is een speciale actie aan de gang. Namelijk de onder 12 van Brakkestein sluit zich 24 uur lang op in het clubhuis om geld in te zamelen voor Serious Request. We gaan even kijken binnen. Daar staat Marco. Goedenavond, Marco. Goedenavond, welkom. Ja, dankjewel. Wat is hier allemaal gaande in het clubhuis? Want normaliter zijn ze dicht. Ja, klopt. We hebben nu een jeugdteam, de JO12-1. Die zijn hier opgesloten voor Serious Request. Ja. En zijn vanmiddag om 4 uur de deur dicht gegaan. De bedoeling is geld op te halen voor Stichting AOS. Ja. Hoe is het idee nou eigenlijk ontstaan? Ja, we wilden wat doen. En een van de moeders die heeft bedacht van misschien kunnen we ze wel in het clubhuis opsluiten. We zijn gaan praten met het bestuur hier. Die vonden het een heel goed idee. Ja. En nou zitten we hier en we hebben al een flink bedrag. Het eerste streefbedrag was €1250. Maar dat hadden we eigenlijk al voordat we erin gingen. Je had je al dus voordat je het clubhuis ingaat? Ja. Dus we dachten, straks hoeven we er helemaal niet in. De kinderen die vinden het hartstikke leuk. Dus die wilden het heel graag. Dus inmiddels is het bijgesteld naar 2500. Okay. Ik heb net gekeken, we hebben het bedrag op het scherm staan. Ruim €1900 hebben we al. En we zijn de hele tijd challenges aan het doen. Er komen challenges via de app binnen. Feliz Navidad zingen, is dat ook een challenge? wellicht. Maar ze hebben net al Polonaise gelopen, in een slaapzakken van links naar rechts. AOS uitbeelden. Want daar gaat het natuurlijk allemaal om. Geld is aan voor het goede doel. Precies. We hebben straks ook nog een quiz waar ook de jongens ook eventjes leren waar AOS eigenlijk voor staat. Mm-hmm. En dat, het is geweldig. En ik zou zeggen, blijf doneren. Ja. Het is hoe meer, hoe beter. Ga even kijken hoe dat binnen is. Ja, je hoort het al. Ja. Ze zijn flink aan het zingen. Ja. Kijk aan. Goedenavond, jongens. Hebben we het een beetje naar ons zin? Ja! Nou, ga even kijken jongens. Ik hoorde jullie net allemaal heel mooi zingen. Wat waren jullie nou aan het zingen jongens? Wat was je aan het zingen? Iets. Wat waren jullie aan het zingen jongens? Feliz Navidad. Wat betekent dat? Dat is een kerstlied. Oh? Ja, het is bijna kerst hè jongens. Hoe lang zitten jullie nou? Vanaf 4 uur hè? Ja. En ja. Vinden we het een beetje leuk? Ja, eigenlijk wel. Het is 9:05. 9:05. We zitten hier nu een uur ongeveer. Kijk aan. Zo, dat is echt lang. Echt lang? Je moet nog heel lang. Ja. Hey jongens, jullie zijn hier natuurlijk om geld op te hangen voor het goede doel. Ja. Weten jullie ook voor welk doel? Ja, ALS. En weten jullie al een beetje wat het allemaal is en zo? Ja. Hebben jullie daar al een beetje les over gehad of zo? Ja, nee. Op school. Ja. Op school al? Ja. Kijk aan. Hé, maar jongens, als ik zo kijk, op bijna €2000. Ja. Ja, ik zou zeggen jongens, kijk even in de camera, roep even op. Doneren! Doneren! Ga je ook nog naar het Glazen Huis toe in Nijmegen? Met onze school doen we ook een actie. Gaan we ook allemaal geld ophalen. En dan kan ik mee gaan als ik dat wil. Dus ik denk het wel. Je gaat wel mee toch? Ja, ja. Hey, en nog heel even. Je moet nog wel even hier in het clubhuis. Ja. Jullie vermaken je denk ik wel hè? Ja, sowieso. Nou, ga lekker feest vieren met je vrienden. Yeah!